In de serie Miljonair wil ik enkele onderwerpen gaan behandelen, want een miljoen euro is heel erg veel geld. Maar hoe kun je dat bereiken? En als je het eenmaal hebt, wat kun je er dan mee doen? En in deze video van vandaag wil ik juist gaan kijken naar wat je kunt doen als je een miljoen euro hebt. Hoe zien jouw financiën dan uit als je er elk jaar wat geld uithaalt om een normaal leven van te leiden, terwijl je bijvoorbeeld de rest nog gewoon in aandelen hebt zitten? Wat voor soort belastingen kom je tegen en dat soort dingen? Dat wil ik graag behandelen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Dus je kijkt naar een nieuwe video van de Passieveinkomen.nl. een video uit de serie genaamd Miljonair. Want miljonair is een prachtig woord, een droom van velen en misschien wel een doel waar je op dit moment aan het werken bent om dat in de toekomst te bereiken. In de vorige video uit deze serie, ik zal hem hier even linken. Daar gingen we juist kijken naar wat je kon doen om een miljoen euro op te bouwen. Nou, het bleek als je vanaf je 18e maandelijks 110 euro inlegde. bij een ja, normale beurs van 7% rendement. dat je dan als miljonair met pensioen kon gaan. Terwijl we in deze video juist gaan kijken naar. wat nou als je een miljoen euro al hebt. Ik heb twee heel normale situaties uitgewerkt. Of tenminste niet normaal, want de meeste mensen die een miljonair zullen zijn. zullen misschien ja, meer uitgeven. Maar in ieder geval twee situaties om normaal te leven. terwijl je eigenlijk toch een miljoen euro aan. Vermogen hebt hoe dat er dan uitziet, nou dat heb ik natuurlijk op de computer staan in een spreadsheet, dus laten we even daar naar over stappen. We zien hier de spreadsheet vormen die ik dus uh, heb gemaakt met twee situaties. In deze kolom zien we situatie 1 wanneer je bijvoorbeeld alleen bent of in ieder geval van 2500 euro in de maand kunt leven, of een tweede situatie bijvoorbeeld wanneer je met een partner bent, misschien heb je kinderen. Een overig verschil is trouwens ja, in beide gevallen heb je een huis, alleen bij de ene is het huis afbetaald. Terwijl bij de andere nog 200.000 euro aan hypotheek open staat. In het ene geval hebben we 60.000 euro aan spaargeld. En dat is eigenlijk gewoon een rekensom van 24 maanden aan maandelijkse kosten. Die we eigenlijk ja, apart willen hebben staan. Dat we eigenlijk altijd zekerheid hebben, omdat we van ons vermogen willen leven. Dat we genoeg geld hebben. Om in ieder geval een paar jaar buffer te hebben. Ja, aangezien we bij dit een groter bedrag van uitgaan. Is het hier 120.000 euro. En de rest van ons bedrag. Dus als je gaat kijken, we hebben eigenlijk 1 miljoen euro vermogen. 300.000 gaat er vanaf, blijft er 700.000 over, gaat er 60.000 euro vanaf. En de rest zitten dus in aandelen. Dus in dit geval is dat 640.000 euro. Terwijl dat bij die andere 780.000 euro is. Dat komt er eigenlijk voor omdat je een woning hebben, maar ook nog een schuld. Dus eigenlijk is dit maar 100.000 euro. En dan op die manier hebben we er dus eigenlijk uh, hebben voor gekozen om wel een hypotheek te hebben, maar gewoon meer te beleggen. Omdat het misschien belastingtechnisch wel wat voordelen geeft. En dan zien we hieronder dus uh, de situatie van 2020, zo heb ik het maar genoemd. Ja, in het begin van het jaar we, gaan we ons spaargeld uitbreiden. We hadden eerst 60.000 in dit geval. Daar willen we dus gewoon 12 maanden bij doen. We willen ja, het geld voor dit jaar veilig hebben staan. En dat is dus die um, 30.000 euro van 12 maanden keert zo'n 2500 euro en we willen eigenlijk ook nog gewoon steeds twee jaar onze buffer aanhouden dus vandaar dat het naar 90.000 euro gaat betekent ook dat het geld eigenlijk uh, 30.000 euro ergens vandaan moet komen ja uit je huis kun je het niet zomaar halen dus dat zal moeten komen uit je aandelen dus je aandelen nemen af naar 610.000 euro nou, we gaan uit van een gemiddeld rendement in dit voorbeeld van 7%. 7% op dit bedrag is 42.700 euro. En de kosten, we gaan gewoon uit in dit geval van een ETF dat we makkelijk gespreid willen zitten. Bijvoorbeeld VWRL, 0,22% geloof ik. Dus 0,22% keer het bedrag wat we hier hebben staan. Hebben we dus 1342 euro aan kosten. In de tweede situatie is het natuurlijk andere bedragen. Hier breiden we ons ook ons uh, spaargeld uit. Gaat ook ten koste een beetje van onze aandelen. We hebben een groter bedrag met hetzelfde rendement. Dus we maken eigenlijk we meer verdienen we 50.000 euro. En de kosten zijn net geen 1600 euro in dit geval. Waar het dan wel weer uh, ook gaat verschillen, is de hypotheek. Aangezien we hier geen hypotheekschuld hebben, hoeven we ook niks te betalen dit jaar. En in dit geval hebben we wel hypotheekschuld 2 ton. En heb ik dus um, als volgt berekend dat je ongeveer netto 750 euro kwijt bent. De hypotheekrentes staan gewoon heel erg laag. Dus het is eigenlijk best voordelig om een hypotheek te hebben. Zeker aangezien uh, waarschijnlijk um, rendement op de beurs langetermijn in ieder geval meer oplevert. Dus we zeggen dan gewoon dat we 9000 euro netto per jaar aan de hypotheek kwijt zijn. Ja, de woning is in allebei de gevallen 300.000 euro. Een beetje ja. de gemiddelde prijs in Nederland. En dus 2%. Stijging zorgt in beide gevallen voor 6000 euro stijging. We hebben wel te maken met het eigen woningforfait. Dat wil zeggen eigenlijk: de overheid ziet ook een woning als een vorm van inkomen. Dat wil zeggen, aangezien de woning in waarde stijgt, verdien je dat eigenlijk elk jaar geld op. En voor woningen tussen de 75.000 geloof ik en de miljoen euro. Ja, wordt 1,65% gerekend. En dat was dan vorig jaar. Maar ja, we gaan in dit jaar daar de belasting over betalen. Voor 2020 zelf is dat weer gedaald naar 1,55%. Maar in ieder geval, dat moeten we eigenlijk dus zien uh, als een inkomen. In beide gevallen is het natuurlijk hetzelfde... omdat het over dezelfde woning gaat. En dan gaan we hem dus gebruiken in de volgende uh, geval eigenlijk. En dat is de inkomstenbelasting, oftewel box 1. Nou, we hebben verder in beide gevallen... Ben ik ervan uitgegaan dat we geen werk hebben, dat we gewoon willen leven, een normaal leven willen leiden van onze miljoen euro aan vermogen? Dat wil dus zeggen dat we um, eigenlijk dit als vermogen moeten zien. Eigenlijk het enige wat we hebben is 4950 euro aan vermogen, of inkomen zo moet ik het zeggen. En daar betalen we um, 36,65% over. Dat is het bedrag tot 20.000 euro uh, per jaar aan inkomen. Dus als we dat percentage gaan toepassen op dat bedrag, betekent dat dat we 1814 euro aan inkomstenbelasting betalen. En we betalen een totaalbedrag van net geen 8400 euro aan vermogensbelasting. Vermogensbelasting is het bedrag wat je um, hebt aan spaargeld en um, spaartegoeden. Er valt ook aandelen onder bijvoorbeeld. En dat uh, gaat, ja, je hebt 30.000 euro ongeveer uh, rentevermogensbelasting. Vermogensvrije voet, zeg maar. Dus daar hoef je nog geen belasting over te betalen. Maar alles meer dan die 30.000 euro wel. Aangezien het hier zo ongeveer 700.000 euro gaat. Tegen 1,2 procent is dat dat bedrag. En hier is dat dus iets anders. Bij de woning. De inkomstenbelasting is natuurlijk nog wel hetzelfde. Um, alleen in de tweede situatie gaat het ergens anders over. Omdat we meer spaargeld hebben. En ook meer um, aandelen. En we zijn met z'n tweeën. Dus vandaar dat in één keer die die vrije voet van 30.000 euro die wordt verdubbeld naar 60.000 euro dat je belastingvrij aan vermogen mag hebben. En daarom dat ook iets lager dit percentage is. Uh, 1,12 in plaats van 1,20%. Nou, hoe ziet dat dat dan uit? Uh, aan het einde van het jaar kun je zeggen. Nou, even snel tussendoor. Vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt natuurlijk een YouTube kanaal. Omdat meer mensen deze video te zien krijgen. En ben je nou nog geen lid van het kanaal? Maar wil je wel meer video's zien? Onder deze video vind je een link om te abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan gaan we nu weer snel terug. Dan gaan we kijken. De woningwaarde die is dus zoals we hier zagen gestegen. Naar 306.000 euro in beide gevallen. De hypotheekschuld is afbetaald. We hebben natuurlijk hier een netto bedrag gehad. Dus je zou zeggen 200.000 euro min 9000 is 191. Dat is in ieder geval het bedrag wat je betaalt na. Um, dat je de rente of de belasting hebt teruggekregen hebt verrekend. Al kan dat misschien nog wel iets anders zijn, aangezien we niet zo heel veel inkomen hebben om het mee te verrekenen. Maar je mag in ieder geval wel de rente verrekenen. Um, maar natuurlijk niet alles wat je betaalt is aflossing. Je betaalt ook gewoon rente aan de bank. En vandaar dat ik vanuit ben gegaan dat je maar 6.000 euro hebt afgelost. Het spaargeld aan het einde van het jaar. Dat is dus die 60.000 in het begin. Min wat belastingen die we hebben betaald, komen we onder de 50.000 euro uit. Dus dat is eigenlijk. Minder dan dat we aan het begin van het jaar hadden, en is het dus belangrijk om eigenlijk te beseffen dat we aan het einde van het jaar ook nog even uh, het spaargeld moeten verhogen, um, of in ieder geval het jaar erop weer moeten verhogen, en dat dat weer ten koste gaat van de aandelen. Dus willen we dit nou doen, zou het eigenlijk ook nog 10.000 euro kosten om het aan te vullen. Nou, de aandelen zijn inmiddels in waarde gestegen natuurlijk, want het was een gemiddeld beursjaar. 610 plus 42.700. Minder kosten die we hadden. Dus ja, dan komen we uit op 654.000 euro. We gaan ook uit van inflatie. En dat is dan het bedrag op het begin van het jaar. We hadden een miljoen euro aan vermogen. Uh, daar, ja, de inflatie speelt een rol. Geld wordt minder waard. Dus we willen onze koopkracht behouden. Dus eigenlijk verliezen we 20.000. En dan komen we uit op het einde van het jaar. Met 990.000 euro, zeg maar ongeveer. We hebben dus 10.000 euro ingeleverd op deze manier. En dat is ongeveer 1% in deze situatie. In het andere voorbeeld zien we nog een verschil. Het spaargeld is natuurlijk anders, maar nog steeds minder dan we aan het begin van het jaar hadden. Omdat we eigenlijk iets meer uitgeven. Uh, vooral door die, um, ja, die netto. Um, die Sorry, deze moet ik zeggen, de belastingen. Um, het aandelen hebben we ook goed, goed jaar gehad, 7% rendement gemaakt. En ook hier speelt de inflatie een rol. Maar dan hebben we nog een beetje iets anders, een ander bedrag. Omdat we ook nog mee zitten met de, de schuld die je hebt als hypotheek wordt iets minder door de inflatie. Dus dat is mooi meegenomen. En in deze situatie komen we dus iets lager uit dan in die andere situatie. Met rond de 970.000 euro. Oftewel, we gaan bijna 3% in de min. Dus we hebben wel redelijk wat vermogen om het wel lange tijd vol te houden. Al moet je natuurlijk beseffen dat ieder jaar op deze manier de, de aandelen minder worden. En dus ook het rendement wat je kunt maken minder wordt. Nou, dit was een gemiddeld jaar. We kunnen ook nog zeggen bij een slechte beurs. Wanneer bijvoorbeeld de beurs 10% onderuit gaat in beide situaties. Dan lever je dus aan ieder geval 60.000 euro in. In het andere geval meer dan 70.000 euro. Dan zien we ook dat we onderaan de streep veel inleveren. Allebei meer dan een ton, bijna anderhalve ton zelfs hier. Dat is gewoon 11 en 15 procent. Dus het kan ook zeker zo zijn dat je jaren maakt dat het slecht gaat en dat je wel ja, veel geld weg ziet gaan. Maar gelukkig hebben we dan ook genoeg spaargeld om in ieder geval een paar jaar normaal door te kunnen leven. Het kan natuurlijk ook zijn dat, net zoals vorig jaar, een heel erg goed jaar was op de beurs. Nou, toen hadden we ongeveer op de AX 25% stijging in 2019. Nou, op dat bedrag zou dat betekenen dat je anderhalve ton aan rendement maakt, of zelfs 180.000 euro aan rendement. En dan ga je in één keer weer ver boven het miljoen uit. Hier kom je uit op 1,1 miljoen. En hier kom je ook uit op 1,1 miljoen. Dus uh, ja, het scheelt niet heel veel, maar het is in ieder geval weer een flinke toename, allebei rond de 10%. En natuurlijk is dit wel een heel erg simpele vorm van ja, wat je kunt met een miljoen. Maar het geeft ongeveer aan. Waar je rekening mee moet houden. Je ziet dat je rendementen kunt maken. Het ziet ook dat je kosten moet maken om dat te doen. Dat je geld nodig hebt om van te leven. Dat je toch gewoon te maken hebt met verschillende belastingen. Ook al heb je bijvoorbeeld geen inkomen. zul je toch bijvoorbeeld met je eigen woning ook uh, inkomen of belasting. Uh, inkomstenbelasting over moeten betalen. En natuurlijk hebben we te maken met hypotheekschulden. Uh, inflatie die een ja, behoorlijke rol speelt. Misschien merk je dat nou niet zo. maar dat is waarschijnlijk omdat het, ja, het valt niet zo op. Alles wordt gewoon langzamerhand duurder, maar zeker bij grotere bedragen is dat wel iets om rekening mee te houden. Want je ziet in één keer, als je miljonair bent, gaat het al vrij snel om 20.000 euro per jaar wat je aan koopkracht verliest. En dit zijn in ieder geval een paar van die punten waar je rekening mee kunt houden. Dus er zullen nog vast genoeg andere situaties zijn, maar dat is helemaal ja, persoonlijk, dat hangt af van je persoonlijke situatie. Dit was puur om even een voorbeeld te geven van wat kun je verwachten als je miljonair bent en zou je op die manier, als je een normaal leven leidt. Ook deze situatie, dit leven lang vol kunnen houden. Ik denk het wel. Zeker wanneer de beurs het gewoon redelijk goed doet. Gemiddeld doet, kun je het lang volhouden. Zullen er zullen jaren zijn dat je flink wat vermogen verliest. Maar als je genoeg spaargeld achter de hand hebt, heb je ook weer de tijd om daarvan te herstellen. En eigenlijk toch wel een beetje die levensstijl aan te houden. De kans dat je misschien ook helemaal ophoudt met werken is niet zo groot. Je wil misschien sociaal contact. Dus misschien heb je nog wel een inkomen daarnaast. Dan kom je zeker wel in de plus uit als alles gewoon redelijk normaal is. Maar dit was puur een, ja, zoals ik zei, een voorbeeld. Iets om rekening mee te houden. En dat je kon zien hoe het zou zijn als je een miljoen euro hebt in twee verschillende normale situaties. En dat is waarschijnlijk wat ook de meeste miljonairs doen. De meeste mensen die miljonair zijn, zullen dat niet laten blijken. Daar weet je het niet van. Het zijn vaak de mensen waarvan je denkt dat ze miljonair zijn. Omdat ze grote huizen hebben, dure auto's. Die willen laten lijken dat ze miljonair zijn, maar dat juist niet zijn. En misschien dat we juist in een volgende video wel kunnen gaan kijken naar hoe een gemiddelde Nederlandse miljonair woont, werkt, leeft. Noem het maar op. Maar dat is misschien een onderwerp voor een volgende video in deze serie. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog. Daarmee weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Maar het helpt ook het YouTube kanaal, want meer mensen worden deze video aan aangeraden. Dus meer mensen krijgen hem te zien. En wil je zelf nog meer video's zien waarbij je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren in belangen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje wat ernaast staat om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.